De Alliantie heeft mij gevraagd om deze avond, wat voor iedereen hier in deze zaal een spannende avond is, zowel voor u als bewoners, als voor al die professionals van de Alliantie in het stadsdeel, die in de afgelopen 2 jaar gewerkt hebben aan een uitwerkingsplan voor de Stamanpleinbuurt. Sterker nog, het hoefijzer, zoals het heet, van de Stamanpleinbuurt. Het feit dat er stoelen bijgedragen moeten worden is eigenlijk helemaal niet verwonderlijk. Want als je kijkt naar hoeveel mensen uit de Stamanpleinbuurt in het afgelopen jaar betrokken zijn geweest op de een of andere manier bij de vernieuwing van hun eigen buurt, dan is het logisch dat u hier nu allemaal bent. Deze avond draait eigenlijk maar om één ding. En dat is een plastic tasje met formuliertjes die u heeft ingeleverd als bewoner van de Stamanpleinbuurt, waarop u hebt aangegeven, ja, we zijn het ermee eens, of nee, we zijn het er niet mee eens, of ik onthoud mij van stemming. Niet iedere woningbouwvereniging is bereid om een andere partij te betrekken die totaal onafhankelijk is. En die te laten stemmen, de stemming te laten organiseren. Ze nemen daarmee een heel groot risico. Ze zouden anders helemaal opnieuw de plannen moeten maken en het een en ander moeten veranderen. Sowieso zou de stedelijke vernieuwing wel doorgang vinden, maar ze zouden dus een aantal jaren misschien vertraging oplopen. Dus ik vind het heel goed dat de Alliantie zo'n risico durft te nemen. Er is ook een heel mooi en boeiend traject aan vooraf gegaan. En we zouden u allemaal tekort doen door meteen maar naar die stemming te gaan. En daarom willen we u graag eerst laten zien hoe nou eigenlijk in de afgelopen 1,5-2 jaar al die bewoners uit de Stamanpleinbuurt samen met de Alliantie en het stadsdeel betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het uitwerkingsplan. Stichting Buurttelevisie heeft daar een compilatie van gemaakt, een filmpje, en daar gaan we nu even naar kijken. Nu is de notaris aan de beurt. Hoeveel procent van de mensen die een stembiljet hebben gekregen, hebben hem uiteindelijk ook in uw plastic zak gedaan? Het zijn in totaal 810 stemmen. Hoeveel mensen hebben het, hoeveel mensen hebben er gezegd ja of nee, maar hebben niet het hoogste aantal gehaald? Oftewel, de tweede plaats. De tweede plaats zijn 183 stemmen en dat is tegen. Dat is 22,6%. Dus 22,6% uit deze buurt heeft tegen het nu voorliggende uitwerkingsplan van de Alliantie gestemd. Dan blijft er over 588 stemmen die ja hebben gezegd en dat is 72,6%. Uitslag? Uitstekend. Ik ben blij. Zenuwachtig word ik ervan. Want ik denk vanavond weer wat te horen, maar ja, dan hoor je weer niks. Zonde vanavond. Ja, we hebben niks gehoord of wat ook. En die stemming hadden we wel in een briefje kunnen lezen. Ze hadden eigenlijk voorspeld eind 2009. Toen zag ik een hier op het plein, op Albert Stamanplein, eerste oplevering van woningen 2010, eerste kwartaal van 2010. Nu blijkt het dat wij, Johannes van der Steurstraat, pas in 2012 aan de beurt komen. Ik word 75 met april. Dus ja, we hadden verwacht eerder weg te kunnen. Bent u verrast door deze uitslag? Ik dacht steeds wel dat het ja zou worden. Hoewel toen ik hier in de zaal verschillende keren nee hoorde, begon ik wel te twijfelen. Want toen dacht ik, nou, misschien zijn er toch ook wel veel mensen die nee gestemd hebben. Maar ik ben dus wel blij dat het ja is geworden. En wat vindt u van deze gang van zaken? Dat je mocht stemmen, dat er inspraak is geweest
Nou, dat vind ik wel heel goed. Maar niet in de laatste plaats. Ik wil iedereen, bewoners, maar ook wel professionals, zeker bedanken voor de medewerking van de afgelopen 2 jaar. En ik wil aan Bamboes het stal uitnodigen. En hem graag de handtekeningen en het plan aanbieden. Zodat de stad wel wat besluit voor. Ja, ik zei net ook al, het is aan de ene kant opgelucht natuurlijk, van goh, we hebben een fase afgesloten, dat is echt een moment. Aan de andere kant van ja, het wekt natuurlijk wel heel veel verwachtingen voor de toekomst. We hebben natuurlijk een standaard neergezet, een standaard van inspraak en meedenken, meebeslissen enzovoort. Ja, dat is natuurlijk wel een heel ander verhaal. Dus dat moeten we wel zien vast te houden.